De dames van Fortuna moesten thuis aantreden tegen de dames van AZ. AZ staat weliswaar heel laag genoteerd, maar de uitwedstrijd in Alkmaar werd door AZ gewonnen met 1-0. En helaas eindigde de wedstrijd vandaag ook in een 1-0 nederlaag voor Fortuna. We spraken met Alieke Tuin en Roger Reyners, de coach. Alieke, als ik zeg dat jij een van de weinige speelsters was die haar niveau bereikte, heb ik dan gelijk? Ja, ik weet niet of je een punt hebt. Het gaat uiteindelijk om hoe we het samen doen als team. En het ging wel iets beter dan de afgelopen weken. We pakten het al wel weer meer als team op. Maar ja, uiteindelijk sta je alsnog met lege handen en heb je er niks aan. Ik denk in de eerste helft geef je wel wat kansen weg. De tweede helft geef je niet veel weg. Ja, die ene die erin vliegt dan. Maar voor de rest was het aardig rustig. Ik vind dat we zelf een paar aardige kansen creëren, maar we maken hem niet af. Jullie hebben al een paar weken niet gescoord. Ja, dat zegt u goed inderdaad. Ja, ik denk in de bekerwedstrijd tegen PEC scoren we de twee natuurlijk. En in de competitie volgens mij al vier wedstrijden op rij niet meer inderdaad. Kan ik dan het woord crisis in de mond nemen? Het is geen crisis. Het is iets. Het is natuurlijk niet een leuke periode waar je samen in zit als het allemaal niet lukt. Maar we komen er wel weer samen bovenop en daar gaan we hard ons best voor doen. Volgende week belangrijke wedstrijd tegen Utrecht voor de beker. Ja, daar hebben we ook nog een prijs te winnen. Dus laten we daar met z'n allen voor gaan. Dat is het enige waar jullie nog voor kunnen gaan. Maar goed, het vertrouwen moet er wel in zitten, hè? Ja, en ik heb er alle vertrouwen in. En het team heeft er alle vertrouwen in. En dat gaat helemaal goed komen. Roger, wat is er eigenlijk in de hand? Ik geloof dat er een beetje een kleine crisis is bij de dames van Fortuna. Als ze inderdaad een aantal wedstrijden verliest, ja, dan kan ze zich dit soort vragen stellen. Als het hebt over crisis, ja, volgens mij is dat wel heel dik aangezet. Dat het beter kan en beter moet, ja, dat lijkt me wel helder. Ja, met de langs noemen. Voor de wedstrijd is bekend Meerte Marees is geblesseerd. Amber van Eeswijk loopt met een mentale rond. En ook Samantha van Dieren is niet erbij. Wat is daar met in de hand? Nou, Samantha had ik vandaag niet erbij. Die had ik niet metgenomen, omdat ik er niet echt tevreden over was. Als het ging over de laatste wedstrijden, mogen de trainingen. Amber is geblesseerd. Die heeft een duimblessure. En Mirte, die heeft een enkel blessure. Dus ja, dat zijn speelsters, die vallen dan weg. De mis het centraal verdedigingsduo. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Maria Gros gaat rechtsback spelen. Is ook niet haar positie. Ja, ik weet het ook niet. Nee, inderdaad. En als ze dan Kiekswim achterin sluit en in de achterste linie vormt, ja, dat zijn voor een aantal meiden nieuwe posities. Maar goed, dan nog, ze staan er en dan moeten ze wel met elkaar aan de slag. En als ik kijk naar vandaag, de tweede helft vond ik dat in ieder geval wel beter. Wordt meer op de helft van AZ gespeeld. Dat vind je. En dan is er één moment. En één moment is dan gelijk bepalend voor het resultaat. Maar het neemt niet weg dat Veer het goed gedaan heeft. Want we creëren zelf ook te weinig. Ja, toen was nog een moment in de 35e minuut. Een directe vrije trap van Alieke Tuin. Geeft rechtstreeks in de goal. Grensrechter stuk in. Meteen de vlag omhoog. Maar of vanaf de tribune wat te zien. Van nou, een zuiver doelpunt. Ja, dat moet nog druk zijn. Dat is voor mij heel lastig door te beoordelen. Maar dat zou kennen. Daardoor, ja. Ja, en het doelpunt van AZ. De verdedigster van u wil de bal achter laten lopen. Maar ja, dan kun je een aanvalster van AZ net snel ertussendoor. En die pick hem op en speelt hem af naar de... Dat bijvoorbeeld, dat is dat duel dat ze door verliezen. Het is vervolgens het duel 1 tegen 1 voor de goal. Het is de hoogwoord in het veld, dus dat is een opeenstapeling van. Ja, en dan de voorzetten. Eigenlijk zijn er niet veel kansen uit voortgekomen door al die voorzetten. De keeper van AZ was wel een heel goede keeper-puikenpartij. Ja, maar dat bedoel ik met het echte creëren van kansen en het echt uitspelen. Ja, dan denk ik dat we door meer met kennen. Ja, komende week Utrecht hier toe is voor de beker zondag om 14:30. Ja, dat zal toch een lange feitje getapt moeten worden. Ja, dat lijkt me ook. En zeker als ze wedstrijden wil winnen en wil doorkomen. Hè, dan zul ze en het verdedigend nog agressiever op orde moeten hebben. Maar vooral ook aan de bal in het creëren van kansen en scoren. Weer een aantal dingen waar ze op druk moest vallen.
Ja, dat viel aan AZ wel op, vooral in de eerste helft. Die schoten nog van buiten de 16. Maar bij Jeugdwaarden volgens mij, ja, willen ze de bal tot in de goal brengen? Nou, het voorkomen dan niet echt, vind ik. Als we het echt hebben, ze voor de echte kansen creëren. Dat komen we niet, of te weinig aan toe. Helaas, en op het laatste keer Charlotte nog een hele grote kans. Mooie voorzet van Alike. Alike vond ik een heel redelijke partij spelen, maar de rest van de spelers, ik weet het niet. Wat is er onrust? Weet ik wat speelt er gaat voor het komend seizoen of wat gaat er gebeuren? Dat weet ik allemaal niet. En dat kan van alles spelen. Ik ken alleen maar zien wat zenig op het veld. En dat is volgens mij gewoon het omgeit. En door moeten we met aan de slag blijven. En wie ziet het dan nu op dit moment doet voor het komend seizoen? Voor dich bijvoorbeeld? Geen idee. Ik weet dat er keihard aan gewerkt wordt en wie het er verder voor stuit. Ja, dat zullen we allemaal moeten afwachten. Dat het spannend is, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Dus die contract loopt ook naar dit seizoen af? Ja, van iedereen. Nou, dan zullen we zien. Dan zal binnenkort ook duidelijkheid komen dan. Dat zou mooi zijn. Dat wil alles en iedereen. En dat is ook bekend. En er wordt ook wat gezegd. Er wordt gewoon keihard aan gewerkt en gekeken wat hem verder kent. Dat het doorgaat is in ieder geval duidelijk.